Sinds november trekt in de gemeente Leeuwarden een energiecoach door de wijken op zoek naar kansen voor energiebesparing bij huishoudens met een laag inkomen. De coach is inmiddels bij 60 huishoudens langs geweest. Bij 40 huishoudens zijn tochtstrippen aangebracht en van ruim 50 huishoudens is de cv-ketel ingeregeld. Al met al goed voor een eerste besparing van al enkele tientjes per maand. Voor de komende tijd gaat de gemeente Leeuwarden eerst verder met de aanpak in de wijk Oud-Oost. In nauwe samenwerking met het wijkteam wordt er gekeken hoe er nog meer minima geholpen kunnen worden aan een lagere energierekening. Ja, we zijn natuurlijk al een poosje bezig met slim wonen in Leeuwarden, energieloket. We zijn daarin ook bezig zoeken van hoe kun je nou met, ja, tussen de bedrijven en de inwoners gaan staan. Wat is je rol als gemeente en kunnen we dat in de praktijk brengen? Nou, energiecoach pakt zo'n rol in. Een vraagbaakfunctie hebben we al eens ingericht. Nou, nu gaan we heel concreet aan de slag met een energiecoach. Ja. Want vooral in huurhuizen kan er vaak nog wel wat gebeuren. Ja, nou, je hebt het over de particuliere woningvoorraad die hier zit. Nou, in Leeuwarden is er best een verouderde hoeveelheid oudere woningen. Nou, dan is de energetische staat niet altijd optimaal. Nou, daar valt wat te besparen. We gaan altijd eerst het gesprek even aan. Wat is het doel? Ik begin altijd met ik heb een documentje bij me, daar staat energiecoach op. Wat doet een coach? Die gaat coachen. Dus, en het zijn mogelijkheden die we dus kunnen gaan benutten om de energie. Dus het is bewustwording van de mensen. Dat is het allerbelangrijkste waar je dus naar voren wil brengen. Dat metertje loopt niet vanzelf. Nee. Dus alles wat jij aanzet gaat door dit metertje. En dan doen we dus een stap naar de praktische zaken. Nou, net heeft Arjen al gezegd wat we kunnen doen. Ja. We kunnen de cv-dokters laten komen door de cv in te laten regelen. Dan hebben we de tochtstrippen die we kunnen aanbieden. Nou, dan gaan we dus door de woning. Gaan we gewoon echt praktisch met de mensen door de woning. Ja. Kijken waar waait het, waar zit de tocht. En dan gaan we samen beslissen welke tochtgaten we kunnen gaan dichten. Elke Leeuwarder kan hier gebruik van maken. Nou, we hebben het nu speciaal ingericht op Oud-Oost om eerst te beginnen. We richten ons ook op de mensen met een wat lagere inkomens die het juist kunnen gebruiken. Ja. Het is een aanbod dat we daarin ook gratis aanbieden. Het bestaat uit twee pilots met tochtstrippen, met het waterzijdig inregelen en de energiecoach. Ja. Laten we dat nou gaan uitproberen bij deze categorie die het zo goed kan gebruiken. Ja. Beneden, twee schemerlampen. Ja. Ik kreeg twee maanden geleden een kaartje in de bus van de gemeente, dacht ik, energiewacht. En die heb ik ingevuld, opgestuurd. Ik denk, nooit weg, gratis tochtstrips en gratis advies. Ja. Dus daar moet je bij zijn. En naar aanleiding daarvan kreeg ik een telefoontje van Klaas Hofman. Ja. Maakte een afspraak met hem. En die kwam langs en die voorzag mij van wat tips. Ook de toestelling van de tochtstrips, ledlampje. Is nooit weg voor iemand in mijn situatie. Nee. Dus zo is het een beetje tot stand gekomen. Er zitten nog heel veel woningen. Er zitten met de 25, 40 of 60 watt er. En daar stoppen we nu lampjes in van 1 tot 5 watt. Nou, als je dat ziet, wat dat aan verschil is. En ik laat ook altijd de mensen een lijstje maken met het aantal uren dat de lamp brandt. Ja. Nou, en dan kan je dus heel makkelijk met de mensen zelf uitrekenen van, hey, wat is het winst? Ja, het zit hem al in het gedrag, hè? Een stukje bewustwording. Daarnaast werkt dit project, draagt ook nog bij aan werkgelegenheid. Er zijn mensen die nu een baan hebben, die nu aan de slag kunnen. Nou, dat is ook heel positief. En dan heb je de energiebesparing, milieubelasting. Nee, je hebt allemaal het is eigenlijk een win-win situatie. Ja. Heb je nou ook bruikbare tips gehad dat je dacht van, hey, dat wist ik nog niet? Ja, er zijn... Eentje was, vond ik wel heel erg nuttig, dat is, heeft te maken met de warmte hier in het huis. Ik ging dan weg van huis en ik liet dat ding gewoon op 19 of 20 graden staan. En Klaas die zei tegen mij van, nou, zet hem dan maar op 16 en als je een paar uur later terugkomt, dan zet je hem weer keurig op 19. Ja. Iets waar ik niet aan dacht hoor. De aanmeldingen tot nu toe, de volle agenda? Ja, nou, we hebben eerst een mailing gedaan naar Oud-Oost. Er zijn zo'n 800 tot 1000 brieven verstuurd. Daar hebben we zo'n 70, 80 aanmeldingen al op van gekregen. Van mensen die zelf het initiatief genomen hebben van energiecoach, kom langs. Nou, daar zijn de eerste gesprekken geweest. En we gaan nu weer verder kijken van, hey, hoe krijgen we ook die rest van die, hoeveel zijn het, de 720 huishoudens. Hoe bereiken we die?